handhaven van de 1,5 meter. Nou, u zag het bijna, hè? Ja. Nee, hij valt wel mee, hoor. Sommige mensen hebben er veel moeite mee. Nou, ik heb er geen moeite mee, maar ja, af en toe vergeet je het, hè. Wat vindt u daarvan? Aan de ene kant brengen ze zichzelf en ook anderen in gevaar, denk ik. Ja, het is natuurlijk wel moeilijk. Ik bedoel, je hebt nou vakantie en je wil graag de deur uit. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar ja, er is nog niks veranderd. Ja. Dus als je naar het buitenland toe gaat en er gebeurt wat, dan zit je toch ergens, zit je toch vast. Het is nog niet een gewoonte geworden in onze maatschappij. Dus ja, voor mij nog niet een gewoonte. Dus ik heb er wel moeite mee. Ja. Ze kijken gewoon niet. Het wordt zo makkelijk. Je gaat ermee in, hè. Want je kijkt nou maar hier hoe lopen, automatisch kom je toch in die fuik. Zelf ken ik geen mensen die corona hebben, dus ik zie het niet. Dus ik denk altijd, ik zeg niet dat het overdreven is, maar ik vind het een soort van overdreven. Ik denk dat het daardoor wat inslaat. Ja. Nou, ik vind het wel goed, maar ja, ik vind ook wel dat mensen kunnen wel beter aanhouden. Dat wel. Kun jij jezelf er goed aan houden? Ja, ik wel, ja. We doen wel elke keer om de pauze, om het desinfecteren en zo. Waar heeft u moeite mee? De meeste moeite heb ik denk ik dat Heracles in het stadion, dat je niet met z'n allen in het stadion kan. Dus dat mis ik wel, de voetbal. Ja, voorlopig denk ik nog wel eventjes dat we eraan vastzitten. Dus. Dat ze strenger zouden kunnen zijn met maatregelen. En wie zou dan strenger moeten zijn met maatregelen? De politie en zo. Dat is een rare regel. Dat is het vreemde. Je moet 1,5 meter houden, maar met z'n vieren in een auto, dat mag wel. Ik vind het nog steeds een goede maatregel. Zolang het er nog heerst, denk ik, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Ja. En het is een kleine moeite als je eraan denkt. Nou, ik denk als de jongelui zo gaan zoals ze in het buitenland doen, nou zal het op en neer gaan. Voorziet u een tweede golf? Zeker, zeker. Daar ben ik erg bang voor dat toch weer allemaal dicht gaat. Ja, klopt. Dat merk ik heel erg op straat ook. Bij jongeren vooral ook. Ouderen die zijn er wat meer mee bezig. Hoe zou dat kunnen? Omdat die meer risicogroep zijn, denk ik. En daar in meer verstand nemen of daarmee mee bezig zijn. We blijven mensen. We blijven mensen en foutjes maken doet iedereen. Maar we moeten wel in acht houden. Kun je de jongeren kwalijk nemen dat ze die 1,5 meter niet zo nauw nemen? Ja en nee. Want? Wat ik zeg, het is niet echt een gewoonte. En jongeren willen ook gewoon lekker doen en laten wat ze willen. Maar soms moeten ze ook wel wat beter nadenken. En ook goed nadenken over hoe ze anderen kunnen beschermen.